Dankjewel, Nathan. Ik ga het zo kort mogelijk houden, omdat ik denk dat de vragen interessanter zijn dan wat ik hier zelf ga zeggen. Ik ga ook niet veel over de toekomst van de SPA praten, want eigenlijk behoor ik daar ook niet meer toe. Dat is vroeger zo geweest, maar nu niet meer. Maar dus te meer over Oostende, waar ik natuurlijk nu vandaag de dag meest mee bezig ben. Eerst en vooral iedereen welkom in een mooi café hier met het beste bier van Oostende. Het beste dat in Oostende gebrouwen wordt ook ten andere. Waar we onlangs nog op radio en tv wat reclame voor gemaakt hebben. Dus iedereen die dat eventueel nog niet zou gedronken hebben, Poppeloe, moet dat toch zeker een keer proberen. In elk geval, wat wij gaan proberen, wat we bezig zijn in Oostende te doen, is om wat de stad eigenlijk echt is, om dat zo goed mogelijk vorm te geven. En wat is de stad Oostende echt? Is een beetje een stad van uitersten en ook een stad waar altijd wel een hoek af geweest is en altijd zal zijn. Dus wie wil dat het wat saai is, die moet naar Knokken gaan. Wie wil dat het allemaal deftig en netjes is, die moet naar Brugge gaan. Maar als je wilt dat het een beetje meer spannend is en dat het ook wat meer buiten de schreef loopt, dan moet je naar Oostende gaan. Oostende is altijd zo geweest en moeten we ook zo houden. En we gaan dus de komende jaren ook daar heel veel op inzetten. Je ziet bijvoorbeeld, als ik dat mag als voorbeeld nemen tenminste, dat we vanaf 28 maart een festival naar Oostende hebben getrokken en dat heet Crystal Ship. Dat is een hele onnozele naam eigenlijk. Een kristallen schip bestaat niet, het is een illusie. We kunnen misschien wel zeggen het grootste in de wereld, maar in elk geval in Europa is er geen groter festival van street art dan datgene wat we nu 28 maart beginnen. En we gaan het om de 2 jaar doen. En wat betekent dat? Dat zijn 20, 25 grote gevels die beschilderd worden met kunstwerken door de auteur zelf. Die artiesten zelf komen naar hier. En een 100-tal kleine schilderijtjes die we gaan op de straat, op de gevels. En bijna geen enkele straat waar niks gaat gebeuren. En zo willen we die stad levendig maken, maar ook tonen dat er plaats is voor jonge kunst. Want de meeste van die artiesten zijn jonge mensen. En binnen 2 jaar komt dat dan opnieuw. Dan hebben we al 40 van die schilderijen. En dan om de 2 jaar wordt het vernieuwd. We houden het bij die 40, om dat voorbeeld maar te nemen. Maar er zijn massa's andere initiatieven. We zijn bezig met de termen om dat helemaal te restaureren. We hebben het Cursaal gerestaureerd, dat is al gebeurd. En nog heel het idee dat we een cultuurstad zijn, maar altijd een cultuurstad met een klein beetje edgy, met een klein beetje een hoek af. Je ziet dat in de Grote Post. Je ziet dat ook in wat we organiseren met Theater aan Zee, Vrijstaat O. Het is altijd een klein beetje buiten de gewone, simpele lijntjes. Als het eigenlijk gewoon is, als het netjes deftig is, dan zijn we daar geen grote voorstander van. Dus we gaan proberen de leven in de brouwerij te houden in Oostende. Het is geen gemakkelijke stad, het is ook geen rijke stad. Het is voor heel veel mensen ook een moeilijke stad om te leven, omdat er veel armoede is. En dat is altijd zo geweest. Oostende is ooit het Monaco geweest van Europa. En op dat moment waren we ook de armste stad van Vlaanderen in de jaren 20. En dat is dat extremen, waar we extremen eigenlijk thuis zijn. En dat is de enige manier om daarmee om te gaan, is proberen op een goede manier samen te werken ermee. Maar ik zou niet te veel daarover praten. Ik heb eigenlijk liever dat jullie vragen stellen, dat de mensen vragen stellen. En dan kan ik daar beter op antwoorden. Dus vuur maar af. Kasteel en ik hebben een afspraak gemaakt, al een eindje geleden eigenlijk, om de switch te maken. Maar de meeste mensen hebben dat eigenlijk een beetje beschouwd als een machtsgreep of wat het ook is. En daar is vrij negatief op gereageerd. We wisten dat ook. Maar ik heb wel de indruk, na 6 maanden, dat dat zo heel stilletjes aan het weg hebben is. Het eerste dat ik zie is dat dat een heel drukke job is. Heel veel aanwezig zijn, maar het is ook wel plezant. Kun je naar de voetbal gaan met Kashia bijvoorbeeld. Hè? Nou, zo van die dingen. Dus het is een aangename job, omdat na 25 jaar Brussel, waar je toch eigenlijk altijd een beetje in een karkan zit en waar je weinig buiten kunt komen, omdat je altijd met andere dingen bezig bent, is het nu een job waar je eigenlijk heel de tijd rondloopt. En mij bevalt het wel. En ik heb de indruk dat de ploeg in het stad dat we ook mee willen en dat we wel weg zijn om nieuwe dingen te doen en eigenlijk heel actief te zijn. Dus ik zie er naar uit, het is nog 2,5 jaar. En ik denk als de verkiezingen in 18 er zijn, dat we gaan kunnen zeggen, kijk, dat hebben we nu allemaal neergezet. En dan is dan de kiezer om dat te oordelen. Maar we gaan die 2,5 jaar niet verloren hebben. Ja, zeker. Ik ben ook blij dat ik u hoor zeggen dat we eigenlijk de mensen moeten beoordelen. En onlangs hebben ze dat ook gedaan via het nieuwsblad. Uw score als burgemeester was 5/10. Dat is net geslaagd. Hoe zie je een mogelijkheid om je populariteit wat te doen stijgen? Die 3 jaar die ik heb, nu nog 2,5 jaar, door daar heel intensief bezig te zijn, door heel veel contacten met mensen te leggen, ik doe dat ook,
Ik doe iedere week huisbezoeken nu. Ik ga zelf morgen bijvoorbeeld naar Ravenseide, ga ik met mensen naartoe. En ik ga heel de paasvakantie dat ook doen. En het is een kwestie van actief te zijn. Dus we gaan zien, als ze dat binnen 2 jaar nog eens evalueren, dan denk ik wel dat het beter gaat zijn. Allee, het is top. In diezelfde enquête hebben we ook gezien dat stadsbestuur Oostende wat achteruit is gegaan. De score van 5,3 op 10. Ik hoor dat je nu bezig bent met huisbezoeken. Hoe worden jullie ontvangen? Maar dat is vrij goed, maar ik denk dat er toch een aantal factoren zijn dat mensen nog niet echt vinden. Het bestuur heeft de eerste 3 jaar vooral geprobeerd om financieel de zaken op orde te krijgen. Iedere stad, iedere gemeente heeft er eigenlijk problemen mee gehad. Wij hebben dat ook, maar we hebben dat nu onder controle. En eigenlijk de grote investeringen moeten nog komen. Maar ook de grote projecten. We zijn nu begonnen met een participatieproject. Dat betekent eigenlijk dat we heel gericht naar de mensen toe gaan met het stadsbestuur, met een grote enquête, met een volksraadpleging, met heel veel inspraakmomenten, momenten om de mensen daarbij te betrekken. Dus eigenlijk denk ik dat we de eerste 3 jaar alles op orde hebben gezegd en dat we nu 3 jaar aan een stuk moeten presteren en projecten op tafel leggen. En vooral ook de mensen erbij betrekken met een nieuwe communicatielijn, daar zijn we mee bezig. En ook heel dat participatieproject, daar geloof ik nogal in. Eigenlijk is de bedoeling, 1, dat we een grote enquête houden bij iedereen vanaf 16 jaar. Dus niet vanaf 18, maar vanaf 16 jaar. We gaan die persoonlijk aan huis brengen, eigenlijk die enquête, dat de mensen die echt hebben, daar ook meer rekening, maar dat is voor de korte termijn. En dan proberen we een 20-25-tal projecten op de lange termijn te distilleren. En daar gaan we volksraadpleging voor organiseren. Dat betekent, de mensen gaan komen stemmen, ongeveer een jaar voor de verkiezing, en kunnen zeggen van die 25, wat vind ik nu de meest, daar geef ik 3 punten aan, wat vind ik iets minder, 2 punten, 1 punt. En we gaan kijken, wat vinden de mensen nu het meest belangrijk op lange termijn. Is die uitslag op zich belangrijk? Ja, maar het is vooral belangrijk dat mensen ook op de korte en de lange termijn kunnen zeggen wat men belangrijk vindt en dat iedereen die in het bestuur zit, of dat nu in de meerderheid of de oppositie is, daarmee geconfronteerd wordt. En ik geloof wel, als we dat heel intensief doen, dat ook de sfeer in de stad, dat we samen aan iets aan kunnen bouwen die Oostende beter maakt, dat je dat, die sfeer effectief kunt krijgen. En misschien is dat wel het belangrijkste project, niet wat dat gebouwd en dergelijke meer, maar hoe de ambiance in de stad, dat je er samen kunt iets aan doen om Oostende een betere stad te maken, is eigenlijk, als we dat kunnen bereiken, het belangrijkste resultaat dat we moeten bereiken. En ga je dan vooruit voor een tweede ambt als burgemeester in Oostende? Ja, dat zou ik proberen, maar natuurlijk, de kiezer gaat ons dat moeten toelaten. Maar als ik naar hier gekomen ben, is het om in 18 te proberen de verkiezingen te winnen. Dat is evident. Als we de verkiezingen niet winnen, mogen we zeker zijn dat er een andere coalitie gaat komen. We moeten niet flauw doen. Met de meerderheid die op Vlaams en federaal niveau is, als men kan, zal men toch in alle steden proberen de SPA daar buiten te zetten. Ik denk dat dat evident is. Dus als wij een slechte score hebben, dan zullen er andere mensen in het stadsbestuur zitten. Dus die ambitie moet daar zijn. Maar bon, we gaan dat wel zien, maar ik ga daarvoor. Het is ook logisch als je zegt, ik neem dat ambt op, dat je je verdedigt ten opzichte van de kiezers. En winnen is winnen en verliezen is verliezen. En dus ik ga voor winst. En als we verliezen, is het omgekeerd. Dan zal het aan andere mensen zijn. Het leger was hier de baas. Dat was een situatie die heel lang geweest is. He? Toch even kracht bij Aaron. De meeste vragen die we gekregen hebben, is ja, effectief maar over de lange straat. Ja, maar wacht, ben nog maar aan het aanlopen. Dus, maar ik wil het beeld, okay. het beeld van, vroeger was dat veel beter, ik denk dat niet. Ik denk dat de Lange Straat 20 jaar, 25 jaar geleden slechter was dan vandaag. Dat is één. Wacht. 2, als wij nu zien, als je hier komt, dan zien we dat er vrij veel activiteit in een aantal cafés is. En dus wat is de oplossing natuurlijk? Niet dat er daarom veel meer cafés, maar de activiteit die er georganiseerd wordt. We proberen daar een beetje te helpen, met nu en dan een keer een initiatief. We gaan er nog een aantal nemen. We zouden graag nog een beetje hier en daar herinrichten. We hebben daarnet aan Toog nog gesproken. Dus we gaan nog moeten proberen een aantal zaken te doen. Wat daar gebeurt, daar kan ik niet veel aan doen. Dat is ook verder. Die mens heeft beslist dat te verkopen. Hij was daar langer van plan. Het enige wat we geprobeerd hebben is met heel de zaak van de Rialto, die een moeilijke zaak was, dat we in de hoek proberen een aantal, niet winkels, maar wel cafés, brasseries en dergelijke meer. En daar hebben we het project ook voor een deel uitgesteld, zodanig dat er de rij van de Lange Straat daar effectief een aantal brewery pub kan zijn, een café kan zijn en dergelijke meer.
En ik denk dat dat kan helpen, dat als dat een beetje, als we de Lange Straat kunnen doortrekken tot voorbij de Rialti, tot die hoek, dan is dat eigenlijk lang genoeg. En dan is kwestie in die lengte goede cafés te hebben, goede initiatieven om daaraan te werken. Maar moet de Lange Straat groter zijn? Eigenlijk niet, maar het moet wel aangenaam, moet beter worden. En dat is natuurlijk een kwestie van welke cafés ook er zijn. Een van de elementen is ook de nachtwinkels. Dat heeft ook een impact. Nu, er gaat tamelijk veel veranderen wat dat betreft. Omdat er nu federaal een nieuwe regeling is rond nachtwinkels. Die is op komst. En dat zal betekenen dat je ook in de Lange Straat minder of geen nachtwinkels meer gaat hebben. In het begin gaat dat lastig zijn, omdat je dan leegstaande panden gaat hebben. Maar op termijn opent dat de mogelijkheid voor andere zaken om hier wat leven in de brouwerij te brengen. Dus ik denk dat dat is wat we gaan proberen. Maar toch één ding, we moeten ook wat af van dat gedacht dat er hier, men zegt vroeger was het hier goed en nu niet meer. Maar er is, kijk eens naar andere steden en kijk wat er hier in de Lange Straat gebeurt, de vrijdag en de zaterdag, dat is niet slecht zinnen. Allee, men klapt over anderen, gaat een keer naar Brugge. Ik hoor daar, als ik dan mensen daar naartoe had, vind, is dat niet zo leuk. Dan is hier heel wat volk, echt waar. Dus, en doe daar niet zo negatief over, ik vind dat men daar fouten is. Nee, maar ik zeg het met opzet een beetje provocatief. Ik vind dat de Lange Straat, dat we ze veel meter moeten zijn. Dat we, als we nu een keer beginnen te zijn dat hier tof is, gaat plots achter een jaar iedereen zeggen, ja, dat is hier tof. Maar dat is tof. Voilà, kijk ze. Ja. Voilà, ik heb alleen. Ik kom hier haar. Voilà. Behalve als er een politieker aan het klappen is. Maar ik denk nog twee vragen. Dag Johan. Hey. Ik zie Raf. Ik ben al 35 jaar actief in de vissector. Ja. En mijn vraag was gewoon, wat is er gaande met de vismijn en de visserijsector hier in Oostende? Ja. Dat draait nu op geen 10% van vroeger. Dat is geen waar. Eerst en vooral, ook daar, de 10% van vroeger, als je kijkt hoeveel er aangeland wordt. Vroeger werd er 20% van de vis in Oostende aangelegd. En dan is het gedurende 4-5 jaar gestegen, toen Yves Mirwaar schepen was en dat naar boven gepusht heeft, onder andere met leningen aan de vissers te geven. En dan heeft de Europese Commissie gezegd dat we dat niet meer mochten doen en is dat weer ingevallen. Op vandaag is er 37% van de vis die in Oostende wordt aangeland. En als je kijkt naar het gemiddelde van de laatste 20, 25 jaar, is dat nu eerder aan de hoge dan aan de lage kant. Dat is denk ik een situatie. Akkoord, maar het gaat hem niet over de aanlanding van de vis. Sorry. Dat is mijn vrouw, die zegt dat ik een dichter moet. Moest dat doen wat je vrouw zegt, ja. Het gaat hem over het verwerken van vis. Ja, oké. Okay. De industrie die eraan gelinkt is, kun je toch zeggen dat maar 10% van vroeger is. Dat zeg ik ook weer niet. En sorry dat ik u tegenspreek. Als je nu kijkt, wat hebben wij van visverwerkende industrie op vandaag? Wat hebben we nog? We hebben dinges naast McCain daar, Moribel, die er was en die gebleven is. En die even groot is, gelukkig, aan het dinges. We hebben Revi Foods, die in de haven is en die aan het uitbreiden is. We hebben die de vishandelaar in Plassendalen 4, Neptunus, Neptunus, die wel iets is dat nu met 50 mensen die vrij groot werkt. Dus er zijn daar toch een aantal. Is dat evenveel? Dat ga ik ook weer niet zeggen. Maar geen 10%, want vroeger hadden we een aantal, maar ook andere. Wat er eigenlijk gebeurt, is dat er op dit moment veel minder vis gevangen wordt dan dat het vroeger is. En dat is heel die problemen met quota en dergelijke meer, waar we een beetje voorbij zijn. En ik denk dat we, als we nu verstandig zijn, dat we een stuk kunnen herinvesteren. Waar zal het van afhangen? Er is een bouwvergunning verleend voor een nieuwe vismijn te bouwen. Eerst de pakhuizen, nu de vismijn. Wat nog moet gebeuren is dat het Vlaams gewest nu het licht op groen zet om de erfpacht die daar staat te wijzigen. En dan kan er begonnen worden met de nieuwe vismijn. Ik ben vast overtuigd, als we erin slagen die nieuwe vismijn te laten bouwen, maar dat is wij niet, dat is het privé, dan denk ik dat we opnieuw gestart zijn.
En daar hoop ik eigenlijk op. We zijn continu om de maand, bijna zit ik bij de Vlaamse regering, om te vragen, begint eraan. Men heeft nu een plan. Ja, maar... begint dat van? Waarom kunt de Vesmine in feite niet gerenoveerd worden? In plaats van of te breken en een nieuw te zetten. Allee, je kunt dat perfect hun renoveren, maar dat ze hun en zus. Een schone boogstijl opgemaakt aan een bepaalde stijl. Die allee, zo het gehaald en allemaal weer. Ik ga je uitleggen waarom. Waarom kan dat niet? En bij iedereen die we gesproken hebben, voordat we nu met Zeebrug hebben moeten samengaan, dat was niet onze eerste keuze, hebben we met Urk geklapt. En de mensen van Urk die zeiden net hetzelfde als Zeebrug. Wat is het probleem met het gebouw? Het gebouw is een langwerpig gebouw. Dat betekent bij de visbehandeling dat je continu moet je gerief, je vis, van de ene kant naar de andere kant verplaatsen. Dat betekent wat het FAVV betreft, Federaal Voedselagentschap, dat alles moet in de koude zitten. Dat is een kilometer en een half. Dat kost dus veel meer. Op vandaag, als ze streng zijn, mogen ze eigenlijk niet meer. Maar bovendien ook qua tijd, qua kost, als jij die vis moet van de ene kant naar de andere, dan heeft dat heel veel manuren en dat kost ook. Dus een vismijn kan enkel, zoals in Zeebrugge en in Urk, als dat een vierkant iets is met zo weinig mogelijk afstand en zo weinig mogelijk ruimte die je moet verwarmen. Dus waarom kunnen we, om op uw vraag te antwoorden, waarom kunnen we niet renoveren? Omdat de vismijn veel te groot en te lang is en dus geen vierkant kan maken, waar bovendien nog een weg doorrijdt, wat ook niet meer aanvaard wordt. En de vismen is in twee gedeeld. Als je wilt een blok, moet je die weg, maar het gebouw staat anders. Dus je moet in het eerste stuk een vierkantig bouw, die een derde van de oppervlakte maar gaat zijn van de huidige vismijn, zoals dat in Urk is, en die hebben veel meer vis. En dan kun je rendabel een vismijn exploiteren. Dat is de reden waarom dat we moeten doen. Maar, nog één? Oh. Het gaat hem eigenlijk over de tewerkstelling. Ja. Want het opleidingscentrum van VDAB hebben ze ook gesloten in de vismijn. Ik vind dat heel spijtig, omdat het de enigste opleiding is in heel België. Ik ben namelijk de instructeur. En ik mag nu overal in België opleidingen geven. Er is enorm veel vraag. Dat is een tekort. En ik vind ook... Ik weet dat het ook zo is. De visindustrie is geen hoge... Je moet niet vrij geleerd zijn om erin te gaan werken. En er is veel werk, het is heel arbeidsintensief. En dat gaat hem niet van aanlanding. Het gaat hem over een logistiek platform maken op die plaats. Dan ga je veel meer werk hebben. En qua tewerkstelling, vroeger zat er in ieder pakhuis minstens 2-3 firma's. En dus er maar één firma mee in totaal. Ja. Nou, dat weet ik. Maar dat, is juist, maar dat heeft wel met aanlanding te maken, je moet er meer hebben. Als je daar een logistiek platform op gebied van vis maakt, ga je dat veel meer werk hebben. Mm-hmm. Dus dat allemaal, is juist. Kijk, dat kijk naar Moribel. Wat doen ze? Uiteindelijk kopen ze blokken, die diepvriest, die half onttooid worden. Maar ze hebben enorm veel valk nodig om dat maar te doen. En je moet daar niks voor kunnen, niet? Mm-hmm. Ja, maar daar ben ik het mee eens. Ja. En overigens, die opleiding, wij hebben geprobeerd met het Economisch Huis om het weer op te starten. Ja. Maar het is niet echt gelukt, want er waren niet veel spelers die wilden meedoen, eigenlijk. Hè? Dat is... de VDAB in elk geval niet meer, hè? Nee, de VDAB gewoon niet meer, hè? Nu zijn ze weer vragende partij. Wie is vragende partij? VDAB, voor weer samen te werken met de WIS. Wij zijn altijd een grote voorstander en vragende partij geweest om het weer op te starten. Maar we hebben dat is echt niet goed gelopen. Hè? Allee, ik vind het spijtig, omdat het daar... veel kansen zit naar de werkstelling. Ja. Maar komt er in de nieuwe vismijn een opleidingscentrum, ja of nee? Maar er is plaats voor één, ja. Dan gaan we kijken wie dat er wil meewerken. Ja, maar we hebben ongeveer 3-4 maanden daarover. Ja, maar ik kan dit niet alleen, hè. Het vorige is gesloten in omstandigheden die iedereen kent. Oké. En dus wij hebben het willen opstellen. Ja, maar ik denk dat ze niet helemaal uit de doeken doen. Maar het is de kwestie, wie wil nu voor dat centrum iets op tafel leggen? Wij hebben gezegd dat we willen, maar voor de rest op dit moment nog niet veel. Hè? Let op, nog niet veel. Maar dus natuurlijk zouden we dat graag hebben, dat is evident. Gaat het er komen? Ik weet het niet. Het zal afhankelijk zijn wie dat er mee wilt werken. Dan kan ik het dan niet. Oké, dank u voor de vragen. Het is ook
gemeld, zijn er ook redelijk veel vragen gemeld geweest over de vismijn, dus goed dat we het onderwerp hebben gehad. Wie heeft nog een vraag, maar is het binnen hetzelfde thema? Een ander thema, oké. Kameraad Johan, ik heb een zeer prangende vraag, maar ook een zeer persoonlijke en zeer moeilijke vraag. Laat ons denken dat wij als SPA in de volgende regering zitten. Laat ons hopen dat wij in Oostende de meerderheid behouden en dat u weer burgemeester wordt. Wat kies je dan, Oostende of Brussel? Oh, dat is geen moeilijke vraag. Ik heb gekozen voor Oostende. Ik ga niet meer naar Brussel. Het is gedaan. Ik ben daar 26 jaar geweest en dat is genoeg. Punt. Nee, dat is geen twijfel over. Oké, dat is een duidelijk antwoord. De laatste 10 minuutjes gaan we een nieuw thema aansnijden. We hebben Vanessa beloofd dat we maximum 1 uur politiek gingen doen en daarna gingen we muziek doen. Afgesproken is afgesproken. Cola zero voor mij. Johan, een raar cijfer uit de enquête bleek dat 78% van de Oostendenaars vinden dat we meer kunnen doen voor de vluchtelingen. Wat zijn de maatregelen dat Oostende momenteel doet voor de vluchtelingen? Ja, ik heb dat cijfer nergens gezien hoor. Volgens mij was 78% die vond dat we te veel deden. Maar hoe? Pijst eigenlijk niet, was wat. Ik heb andere enquêtes gezien. Ik vind dat raar dat je dat zegt. De enquêtes waren eerder negatief. Het is een vraag die doorgestuurd is. Ik heb het deze middag nog gecontroleerd. Het stond 78% die vond dat we meer konden doen voor de vluchtelingen. Allee, fantastisch. Dat heb ik nog nooit gehoord. Maar wat doen wij? Wij hebben in Oostende op relatief korte termijn... Eerst moet ik beginnen met zeggen, Oostende had eigenlijk traditioneel geen vreemdelingen. In 2007, denk ik, waren er 3% vreemdelingen in Oostende. Dat is extreem. Dat was de enige centrumstad die eigenlijk geen immigratie had gehad. We waren daar uitzonderlijk in. Dat hoeft ons niet helemaal te verwonderen. Toen ik hier kwam wonen in 1991, toen had men het Sociaal Impulsfonds, het SIF. En Oostende had daar geen recht op, want wij hadden niet genoeg vreemdelingen. We hadden genoeg arme mensen, maar niet genoeg vreemdelingen. En we kregen dus geen geld. Dat was een Marlene de Thijssen. En een van de eerste die ik als parlementair gedaan heb, is gezegd dat dat moest gedaan zijn, dat wij ook dat geld moesten krijgen, want dat de nationaliteit van armoede toch niet telde. En we hebben dan ook centen gekregen. Vanaf 2007 tot nu is dat omgekeerd. En hebben we nu op vandaag rond de 9%. 9%, dat is 6% erbij op 9 jaar. Dat is relatief vlug. En als we eerlijk zijn, en dat is ook een beetje gepaard gegaan met heel veel nachtwinkels die opgekomen zijn, waar mensen nogal wat lastig over doen. En je voelt dat, dat is ook, dat is qua uitzicht en dergelijke meer. Dus op vandaag hebben we bij de Oostendse bevolking normaal gezien niet echt een grote openheid naar de vreemdelingen. We hebben ook die enquêtes van de Stadsmonitor, waar men heel duidelijk ziet dat Oostendenaars nogal afkerig staan. Wat kunnen we eraan doen en wat doen we? Ten eerste, de mensen die er zijn en die moeten geholpen zijn, die helpen we uiteraard. Mensen uit OCMW of wat dan ook. En wat we juist gaan doen is nu onder andere die taallessen. We zien dat heel veel mensen niet aan een job geraken, omdat ze het echt lastig hebben qua taal. Nogal wat van de vreemdelingen die hier komen, zijn mensen van Afghanistan, zijn mensen van Tibet, van mensen van Nepal, van Irak, een deel van Syrië, maar eigenlijk hebben we daar, dat zijn de grootste groepen. En dan een aantal Tsjetsjenen, maar dat is een probleem eigenlijk op zijn eigen. En ik mag zeggen een probleem. Voor de anderen mag ik niet zeggen dat is een probleem op zich. Die mensen hebben een grote afstand qua taal. Iemand van Afghanistan, die heeft geen enkel gevoel voor Nederlands, dat is logisch. Mensen van Nepal en Tibet hebben een ander alfabet zelfs dan wij. Dus we gaan met het Economisch Huis, samen met de VDAB, OCMW en allemaal, daar heel veel centen insteken om die mensen te begeleiden, de taal te leren, ook een deel door werkervaring op de werkvloer, zodanig dat ze eigenlijk kunnen doorstromen naar werk. Dat is eigenlijk het meest fundamentele dat we moeten doen. Economisch gezien is Oostende in een wat specifieke situatie. De werkgelegenheid per 100 mensen die werken is gestegen. En vrij duidelijk gestegen. Dus de werkgelegenheid stijgt in Oostende iets sneller dan in de andere centrumsteden. Maar de werkloosheid is ook spectaculair gestegen. Dus je hebt meer werk en meer werklozen. En hoe komt dat? Omdat de mensen die hier in Oostende aangekomen zijn,
niet die capaciteiten hebben, omwille van taal of opleiding, om de jobs die er komen in te nemen. Iedere keer dat er een job in Oostende bijkomt, is er iemand uit Middelkerken, Gistel, Oudenburg, Koekelaar, Brederen die werk heeft. Maar de jobs die we gecreëerd hebben, die worden eigenlijk relatief zeer weinig door Oostendse werklozen ingevuld. En waarom? Omdat ze gewoon niet de skills hebben om dat te doen. Dus wat is echt het meest belangrijk, is proberen op dat werkprobleem te werken. Zijn we daar de enige in Vlaanderen die dat hebben? Nee, Gent en Antwerpen, daar lijken wij het best op, hebben net hetzelfde. Gent en Antwerpen zijn eigenlijk enorm met heel veel tewerkstelling, maar hebben een zeer hoge werkgelegenheid. Hè? Gent is een van de steden met de hoogste werkgelegenheid, maar ook met de hoogste werkloosheid. En dus wij moeten daar op dat gegeven, de capaciteit van mensen die werk zoeken om te werken, daar het meest op werken. Dat is denk ik essentieel om de harmonie in uw stad te houden. Oké, dank u wel. Ik denk dat we nog tijd hebben voor één vraag. Is er nog een vraag uit het publiek? Hier. Dank u wel, Nathan. Beste burgemeester. Het is de laatste vraag. Ik ga het kort houden. Ik zit wel in de sportsector. Ik zit hier bijna al sportmanager. Ik heb het wel op de voet gevolgd van het zwembad in Oostende. Ik heb ook de raad gevolgd dat er een zwembad komt naar Mariakerken. Mijn vraag, heel kort, is er daar al meer nieuws over wat de invulling van dat zwembad precies wordt? Ja, dat is allemaal ingevuld, behalve het recreatieve. Dus we gaan een zwembad bouwen met een Olympisch zwembad. Dat betekent 50 op 25. Die 25 moet niet echt, maar de 50 wel. En dat is met, niet meer met zoutwater. Voor de mensen die zeer graag in zoutwater zwemmen, dat gaat niet meer zo zijn. En waarom is dat? Iedereen of zeer veel mensen in Oostende denken dat we geen Olympisch zwembad hebben, omdat die 50 meter dat dan niet juist is. Dat is zo'n urban legend. Dat zwembad is niet lang genoeg. Dat is niet juist. Dat heeft daar niks mee te maken. Er is niks met de afmetingen, maar het is omdat het zoutwater wordt. En in wedstrijden in zoutwater, de tijden tellen niet. Omdat je rapper zwemt in zoutwater dan in gewoon water. Dus het is een Olympisch zwembad dat we gaan bouwen. 50 op 25 komt een instructiezwembad ook. En we hebben een recreatief gedeelte op dit moment van 800 vierkante meter. Maar waarschijnlijk gaat het nog een klein beetje minder zijn, want dat is immens. Maar het wordt dus een vrij groot zwembad eigenlijk. Waar ook voor de duikersruimte is, voor de ploegen en zo. Eigenlijk, we hebben met de sportraad 3 of 4 keer samengezeten. En dat programma is met hen helemaal afgepunt. Helemaal tot op de laatste detail afgesproken. Tot en met de laatste dag dat ze nog gebeld hebben om te zeggen dat de lichtsterkte iets meer moest zijn. Omdat voor de waterpolo de lichtsterkte was 200 lux meer dan dat het moest. En dat wij voorzien hebben. We hebben dat heel op plaats nog aangepast. Dus ik denk dat het qua behoefte heel goed is. Het is maar één nadeel. Het gaat reeds zijn juist achter de verkiezingen. Maar bon, dat is niet aan te doen. Is dat een voldoende antwoord op uw vraag, Brian? Oké, dan bij deze kunnen we de Café Parler met Johan afsluiten. Daarvoor wil ik al zeker het manuscript bedanken. Johan, bedanken. Dank u wel.